Evi Lauwers, captain van Borgerhout Groenwit. En ik moet ook zeggen, mevrouw de voorzitter, sinds kort. De ontgoocheling is groot, denk ik, bij Borgerhout Groenwit. De ontgoocheling is inderdaad heel groot. We hadden zeker op meer gehoopt. Maar vandaag staat dat er spijtig genoeg niet in. AKC was sterker en ja, heel ontgoocheld. Wat schortte er bij jullie? Ja, ik weet het niet. We draaiden niet. Ze hebben het ons heel moeilijk gemaakt. Ze hebben verstandig gespeeld, vind ik wel. Ik kwam er bij ons onvoldoende uit. Scorend vermogen was er niet. Alles was voorspelbaar. We liepen echt van in het begin achter de feiten aan. En we zijn even, op een gegeven moment kwamen we eventjes terug in die match. 10 minuten te spelen, nog 2 doelpunten te gaan. Dan kan alles nog. Maar ze maakten telkens terug die 3 puntenkloof. We kwamen niet dichter. Dat moet frustrerend zijn. Hè? Op zo'n moment speelt dat dan ook in de kopjes? Ja, zeker. Hè? Want je wilt op 1 punt komen of op 1 doelpunt. En dan kan echt alles. Maar het was telkens terug die 3 doelpunten. Ja, ik kan echt niet veel zeggen. Ik ben heel teleurgesteld. Ik zie het, want op basis van de reguliere competitie, waarin jullie 2 keer AKC hadden verslagen, ook 2e geworden waren in de einduitslag van de competitie, ja, dan is er misschien zelfs meer dan alleen maar hoop op zo'n plaats in de finale. Ja, ja, dat moeten we wel toegeven. We waren ambitieus. We wilden naar die finale. En inderdaad, met 2 keer winst tegen AKC, dan denk je, dit moet kunnen. Maar ja, men hoort dat vaak. Hè. 2 keer winnen wil niet zeggen dat men de 3e keer er ook van wint. Hè. Ja. Dit was de cruciale wedstrijd. Hè. Als er 1 was die je moest winnen, was het vandaag. Ja. Beter kan ik het niet samenvatten. Dat is waar, ja. Met welk gevoel ga je straks het bed in? Een heel ontgoocheld gevoel. Slechte nacht? Ja, zeker en vast een slechte nacht. Slechte nachten, denk ik. Natuurlijk, als team moeten we er sterker uitkomen naar volgend jaar toe. We moeten er voornamelijk uit leren, denk ik. Niet vandaag, nog niet volgende week, maar misschien al volgend jaar toe. Zullen we met z'n allen de koppen moeten samensteken en zien hoe dat dit niet meer kan gebeuren. Je bent streng nu, hè? Ja, we hadden moeten winnen. Maar ik geef wel toe, AKC was de betere. Allee, ze hebben verdiend gewonnen. Maar als je onze competitie ziet, dan vind ik wel, wij hadden moeten winnen. En we hebben het vandaag zelf laten liggen. En als er iets moet gebeuren naar volgend jaar toe, u hebt alle macht, want u bent de voorzitter. Dus u kunt het zelf in de hand hebben eigenlijk. Dat denk ik niet, maar ik zal mijn best doen. Ga je volgende week het kunnen opbrengen om te gaan kijken naar de wedstrijd in de Lotto Arena? Ja, dat denk ik wel. Dat is het hoogtepunt van het korfbal. Wel in mineur voor dit jaar, maar ja, ik ga wel kijken. Ja.